begrijp eens, waar gaan we naartoe? We dalen nu af naar het ondergrondse laboratorium Hades, dat zich op een diepte van 225 meter bevindt in de Boomse Klei. Jan Rijpens is de woordvoerder van het onderzoeksproject Eurydice in Mol. In dat project onderzoeken ze al sinds de jaren 80 de specificiteit van de diepe kleilaag. Wel, hier in het ondergronds laboratorium Hades doen we onderzoek naar de veiligheid en uitvoerbaarheid van geologische berging, ondergrondse berging, van radioactief afval in kleilagen. In het geval van een geologische berging spreken we over termijnen van verschillende honderdduizenden jaren waarin dat we het afval willen isoleren in de diepe ondergrond. Het idee is om op termijn ergens in België een ondergronds gangenstelsel van vele kilometers te bouwen. Daar moet dan het hoog radioactief afval van de kernreactoren opgeslagen worden. Goed verpakt, want dus voor honderdduizenden jaren. Want er is na al die jaren kernenergie wel wat afval te bergen, zo weten ze bij NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen. Voor een ondergrondse berging beschouwen we zo'n 10.000 à 15.000 kubieke meter. Dat wil zeggen een voetbalveld zo 2 à 3 meter hoog. Dat is vrij veel, maar dat is volledig beheersbaar. Dus we kunnen dat zeker ondergronds bergen. Deze site in Mol is maar een testomgeving. Hier ligt geen radioactief afval en hier zal het ook nooit komen. Het project wordt betaald door de uitbaters van de kerncentrales, hoofdzakelijk Engie Electrabel. En ook de toekomstige opslag, geraamd op 8 miljard euro, is voor hun rekening. Momenteel is het dus zo dat we in België nog geen regeringsbeslissing hebben over het principe van een ondergrondse berging. Van zodra dat we die beslissing hebben, dan kunnen we in een volgende stap dus inderdaad bepalen waar dat die gaat terechtkomen en een meer realistische kostenraming bepalen. Uit de resultaten die nu bekend zijn, leiden de onderzoekers af dat een kleilaag zoals die in Mol geschikt is voor langdurige opslag van hoog radioactief afval. De klei die we hier bestuderen is een klei die nog een plastisch karakter heeft. En dat beschouwen we ook als een voordeel, omdat daarmee alle verstoringen die bij de uitgraving optreden, dat die vanzelf teruggesloten worden. Het is een klei die zeer weinig water doorlaat en die bovendien ook de eigenschap heeft om de radioactieve stoffen aan zich te binden. En dat is belangrijk voor de insluiting van het radioactief afval. Maar niet iedereen is overtuigd dat de diepe klei geschikt is. Zo iemand is professor Twillier van de Universiteit van Rijssel. Hij heeft de zaak ook onderzocht in opdracht van Greenpeace. C'est une roche qui est friable. Et donc ça veut dire que vous allez avoir besoin de structures métalliques très importantes. Et structures métalliques très importantes dans du sol, c'est de la corrosion, donc de la production d'hydrogène. Mais c'est également, et comme je le disais, il y a beaucoup d'eau dans cette argile, c'est de l'ordre de 19 à 24% d'eau. Et donc non seulement il va y avoir cet effet sur la corrosion, mais également le fait que quand on a découvert la radioactivité, on a découvert aussi un phénomène de radiolyse, c'est-à-dire de coupure de la molécule d'eau et donc production d'hydrogène. Donc, enfuir des déchets dans de l'argile, c'est quasiment faire une usine à hydrogène et c'est pour ça que c'est une très mauvaise idée. Ça veut dire qu'il faut ventiler, ça veut dire qu'on a des risques d'explosion, etc. Die discussie is dus nog niet afgerond. En als het ooit zover komt, dan moet zo'n bergingscomplex ook nog eens ergens gebouwd worden. Om te komen eigenlijk tot een nucleaire vergunning voor een ondergrondse berging, dat je zeker op 20 jaar mag rekenen, dan heb je nog tijd nodig om je ondergrondse berging te bouwen en die dan op te vullen. Dus inderdaad, het is een proces van verschillende tientallen jaren.